In de 15e eeuw is de rivier de Maas afgedamd. Tussen West-Maas en Maasdam ligt nu een groot zoetwatermeer, de binnenbedijkte Maas, kortweg de Binnenmaas. Dit water is belangrijk voor de waterhuishouding van de omliggende polders. Maar het heeft ook een grote culturele en landschappelijke waarde. De oever verandert op den duur in een moerasachtig gebied. Dat is goed voor watervogels, vissen en kikkers. Waterschap Hollandse Delta gebruikt het gebied ook voor de opslag van overtollig regenwater.